Dit is het TV Gelderland Nieuws van vrijdag 17 juli. Man in Apeldoorn gestorven door mogelijke legionella-besmetting. Ja, ik dacht, ik heb een iets grotere tent. Ik ga maar op tijd. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse slaan nu al hun tenten op. Paarden houden is een dure hobby en het is dan ook niet zo vreemd dat de paardenverkoop achterblijft. Je kan ook eigenlijk ons zeggen, paard zoekt ruiter, hè? Ja. Dames en heren, goedenavond. Een 83-jarige man uit Apeldoorn is mogelijk overleden aan besmetting met de Legionella-bacterie. De man was ernstig ziek en had meerdere kwalen. Hij woonde in een appartementencomplex in de Apeldoornse nieuwbouwwijk Zuidbroek. In dit appartementencomplex aan de Calypso-straat is Legionella gevonden. Het zat in de waterleiding van de woning van de overleden man. Ook in zijn lichaam is Legionella-bacterie gevonden. Maar het is niet zeker of dat de oorzaak van zijn dood is. Sommige bewoners maken zich zorgen. Ik vind het heel erg, want ik heb zelf de ziekte van Bes-Niebuhr gehad en longtrombose, dus ik heb niet meer ellende nodig. Nee, ik maak me er niet echt zorgen over. Nee. Bent u bang dat u daardoor ziek kunt worden? Daar ben ik wel heel erg bang voor en daarom ben ik ook heel blij dat de woningbouw er wat snel mogelijk wat aan doet. Wat de oorzaak van de besmetting is, wordt onderzocht. Maar de drie woningstichtingen sloegen de handen in één. Van alle 6e appartementenflats in deze straat werden afgelopen dagen alle douchekoppen vervangen. We gaan maandag beginnen met monsters nemen en vervolgens gaan we aan de hand van die uitslag de oorzaak opzoeken. En dan gaan we onmiddellijk verhelpen met aannemer en installateur. Ook werd bij een steekproef in 6 appartementen 2 keer een lichte vorm van legionella gevonden. De bewoners zijn al lang blij met een nieuwe douchekop. Heeft u zichzelf wel gewassen die dagen? Nee, dat heb ik in Amsterdam gedaan gisteren en vanmorgen bij de wastafel. Wat de oorzaak van de bacterie is, is nog niet duidelijk. Maar volgens de bewoners zit de oorzaak in het verwarmingssysteem. Omdat daar zowel warm water als koud water binnenkomt. En zoals dat koude water niet wordt gebruikt, wordt het automatisch toch opgewarmd. En dan heb je toch een probleem, want dan is stilstaand water. Het is volgens de woningstichting niet nodig om de waterleidingen volledig af te sluiten. Het grootste wandelevenement ter wereld begint pas volgende week. Maar de eerste lopers hebben zich vandaag al gemeld in Nijmegen. De vierdaagse camping vlakbij de stad stroomt langzaam vol. En inland op de camping is ook verslaggever Justin Hendricks. Justin, hoe is de sfeer daar? Ja, de sfeer die zit er al goed in. Er komen op dit moment nog steeds campinggasten aan. Het is een camping met ongeveer 500 plaatsen. Alles is volgeboekt, alle plekken zijn gereserveerd. Dat komt omdat het ook wel een populaire camping is. Er zijn hier families die hier al ruim 15 jaar komen. Naast mij staat mevrouw Scholten. U bent een van die mensen die hier al 15 jaar komt, hè? Waarom? Ja, omdat we het hier zo gezellig vinden. Gemma en Willem en dicht bij de start, de brug over en je bent er. Een paar kilometer dan ben je bij de start? Ja, een kilometer of 2 denk ik. Wanneer bent u aangekomen? Vanmorgen om 11:30. Goed, deze mevrouw die is dus vanmorgen om 11:30 aangekomen. Wij waren hier vanochtend om 10:00 al om de eerste gasten op te vangen. Wanneer lukt het een beetje met de wind? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja. U bent er vroeg bij dit jaar, hè? Ja, ik dacht, ik heb een iets grotere tent. Ik ga maar op tijd. Je moet er wat voor over hebben om de komende dagen een mooi plekje te hebben op de vierdaagse campings. In Lent stroomt het terrein al vroeg vol met gasten. Mevrouw, u heeft wel een heel bijzonder tentje, hè? Ja, een tentje uit 1971. Daar heb ik mijn huwelijksreis nog ingemaakt. Europa doorgetrokken, liftend en wel. En nu de Nijmeegse Vierdaagse? Nou, de Nijmeegse Vierdaagse, ja, voor de 2e keer. Heeft u er zin in? Ik heb er zin in. 50 kilometer, heel spannend. We weten dat het hier gauw vol loopt en we komen nu van een andere camping en het was vrij dichtbij, dus vandaar zijn we vroeg. En heeft u er zin in? Ja, ik heb er zin in. Het lijkt ook aardig weer te worden, dus behalve de komende dagen nog even, hè? Dan ja, maar dat geeft niet. We gaan gewoon naar huis en dan kom ik maandag weer terug. Nou ja, zien we dan wel weer. We hebben de fietsen mee, we gaan lekker de stad in of zo. Hè? We zien wel. En dan dinsdag gaat het echt beginnen? Dan gaat het echt beginnen. En dan komt het erop aan, want hoe goed ben je voorbereid op die vele kilometers lopen? De campinggasten in Lent hebben er alle vertrouwen in. Ja, ik ben vanaf januari aan het lopen. Ja, ik heb wel getraind. Ja. Ik ga nu voor de 16e keer lopen en ik heb nog nooit problemen gehad. Dus verwacht ik deze keer ook niet. U bent doorgewinterd. Ik ben doorgelopen.
Justin, de mensen moeten dus toch nog een paar dagen geduld hebben. Wat gaan ze allemaal doen tot dinsdag? Nou, niet alle mensen die blijven hier ook, hoor. Er zijn heel veel mensen die zetten hun caravan of tent hier neer. Die gaan dan nog naar huis en die komen bijvoorbeeld maandag in de loop van de dag hier aan. Er is ook een groep mensen die hier wel blijft. Die gaan een stukje wandelen of een stukje fietsen alvast in de omgeving om alles te verkennen. Maar er is ook een groep die zich opmaakt voor de vierdaagse feesten. Het is even afwachten hoe dat allemaal zal verlopen, want de weersvoorspellingen zijn niet al te best. Maar goed, voor vandaag stonden er eigenlijk ook allerlei buien gepland. Maar daar hebben we weinig van gemerkt. Dus waarschijnlijk loopt het allemaal wel los. Justin Hendricks en Lent, dankjewel. Het gaat niet alleen slecht in de bouw en in de autohandel, maar ook de handel in paarden ligt vrijwel stil. En dat is zuur voor de paardenhandelaren, maar ook voor de particulieren. Vele paardeneigenaren die hun paard willen verkopen, raken het dier niet kwijt. Wie vecht ik? Ja, de open pony. Er wordt dit jaar weinig gehandjeklapt. Veel paardenveilingen zijn afgelast en ook particulieren krijgen hun paard niet verkocht. Dit is Fimonia. Fimonia is van 2002, dus 7 jaar oud. Ze is lief, aanhankelijk, braaf en ze kan door elke ruiter gereden worden. De Beltrumse Fimonia staat al een jaar te koop voor €5500. Maar tot nog toe vinden alle potentiële kopers haar te duur. Juist, dat is een mooi drafje. Kom ze hier omhoog, kom ze hier omhoog. Weet je, vragen goed zo. Juist. Heel braaf. Kom, kom. Patrick Racing van Racing Horses uit Eibergen verkoopt jaarlijks honderden paarden. Maar sinds de invoering van de euro gaan de zaken wat minder. De dollar en de Britse pond zijn in waarde gedaald en daarom is het voor buitenlanders duur om een Nederlands paard te kopen. Daar overeen kwam de kredietcrisis en die heeft natuurlijk ook niet geholpen. Veel mensen wachten af, mensen zijn bang geworden en dat heeft een enorme invloed gehad op de afzet internationaal. Maar een beetje ondernemen gaat niet leidzaam zitten afwachten. Daarom organiseert Patrick Racing in september een grote paardenmarkt. De bedoeling is dat er 500-600 paarden onder de hamer komen. We geven ook particulieren de mogelijkheid om hun eigen paard in te brengen tegen een kleine vergoeding. En vanwege dat enorm aantal paarden zal dat heel veel buitenlanders aantrekken om toch te komen. Omdat ze in een relatief korte periode heel veel paarden kunnen bekijken. En Fimonia? Die gaat echt niet voor een appel en een ei de deur uit. Dan blijven we liever lekker op stal staan. En dat ze gewoon lekker recht toe recht aan wordt gereden. En dan is het jammer dat zo'n mooi ambitieus paard eigenlijk nog geen ruiter vindt. Dus je kan ook eigenlijk ons zeggen, paard zoekt de ruiter, hè? Is het een hotelvliegtuig of een vliegtuighotel? Feit is dat je erin kunt blijven slapen op vliegveld Teuge. Dat zometeen. In Ewijk was vanmiddag de uitvaartdienst van Marius Boerakker. Boerakker kwam zaterdag om het leven bij de brand in de Kelco-fabriek in Nijmegen. Bij de uitvaart waren naast familie veel collega's en vrienden van de voetbalclub aanwezig. Een 37-jarige man uit Zutphen is vrijgesproken van brandstichting. De man zou in januari een bedrijfsauto in de wijk Leesten in brand hebben gestoken. Op camerabeelden is te zien dat de man diverse keren zijn huis in- en uitloopt met brandbare gel in de hand. De man erkent dat hij het is, maar ontkent de brandstichting. Rond de jaarwisseling werd er 14 keer brand gesticht in de Zutphense wijk. Het OM verdacht de man van 1 brand. De bouw van de wijk Beinum West in Doesburg ligt voorlopig stil. De rechter in Utrecht heeft onder andere de verleende bouwvergunning geschorst omdat er een steenuil in het gebied zit. De steenuil is een beschermde vogel. Beinum West is een nieuwbouwwijk aan de rand van Doesburg. Er moeten zo'n 200 woningen gebouwd worden. De politie gaat ervan uit dat de vermiste Henk Peters uit Doorwerth dood is en begraven ligt in of bij Arnhem. Zondag gaat de politie opnieuw naar de 41-jarige Doorwerther zoeken. De politie is in verband met de dood van Peters op zoek naar mensen die deze Suzuki Wagon R Plus hebben gezien. Peters verdween woensdag 29 april in Arnhem. Een 39-jarige man uit Renkum zit nog vast in verband met deze zaak. De rechter in Zutphen heeft vandaag een 25-jarige man uit het Harde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden plus een rijontzegging van 3 jaar. De man veroorzaakte op 1 maart een dodelijk ongeluk op de A28 bij Putten. Bij het ongeluk kwam een 64-jarige vrouw uit Schoonhoven om het leven. De rechter verwijt de man roekeloos rijgedrag. Bovendien had de man te veel gedronken. De GGD Gelre-IJssel krijgt de laatste dagen opvallend veel meldingen van mensen die ziek zijn geworden door de eikenprocessierups. In het gebied rond Apeldoorn, Zutphen, Oost-Gelre en Winterswijk is de rups veel actiever dan vorige jaren. Volgens de GGD komt dat door het warme voorjaar.
De irriterende haren van de rupsen veroorzaken brandwonden en irritatie aan ogen en luchtwegen. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Die van Nijmegen mag dan bijna beginnen. In Apeldoorn is hij net klaar. De laatste dag van de Apeldoornse wandelvierdaagse begon met regen. Het is nat in Apeldoorn. Donkere wolken boven het vierdaagse terrein. Soms komt het met bakken uit de lucht en dan weer een spatje. Voelt u het ook? Wat voel ik? Regen, voel ik maar. Ik voel wel dat het druppelen hierboven. Ja. Maar de wandelaars laten zich niet weerhouden door de regen. Regenkleding en paraplu's worden tevoorschijn gehaald om de buien te trotseren. Ziet u het een beetje zitten vandaag met de regen? Of ik dat zie zitten? Ja. Jawel, daar kunnen we toch niks aan doen. We worden alleen maar nat. Het koelt ook wel even lekker af. Gisteren was het ook wel warm, hoor. Al moeten sommige lopers eerst nog het gevecht aan met de poncho. Want hoe werkt zo'n ding ook alweer? Dag mevrouw. Oh, dag meneer. Ik zat een mopper op mijn dochter, die had hem gebruikt, maar die heeft hem in het zand neergelegd. Dus dat was niet zo prettig. Maakt niet uit. Lukt het met de poncho? Ja hoor, dat gaat lukken. Volgens mij ben ik nu nog zo red als rood is de poncho die gaat komen, maar... Het staat u goed. Dank u wel. Het is de finishdag. Rond 11:15 komt de eerste wandelaar binnen. Ja. U bent een van de eerste. Ja, van 20, hè. Dit is echt training voor de Nijmegen, hè. Daarvoor. Dus mooie tocht, goed uitgezet. Nou, de organisatie is goed, weet je meer. En al snel komen de lopers bij bosjes binnen. Ja, het is nog net goedemorgen. Hoe is die gegaan? Eerste klas, meneer. Het was wel prachtig mooi weer en weer gehad. Ik had eerst vanmorgen gedacht dan weer regen en omwikkeling, maar het is allemaal goed afgelopen, deze race. Conclusie? De Apeldoornse Vierdaagse was geslaagd. En tot op Nijmegen, hè? Ooit de trots van de Oost-Duitse luchtvloot en nu omgebouwd tot een luxe hotelsuite. Vliegveld Teuge heeft er een nieuwe attractie bij, een vliegtuighotel. In augustus worden de eerste gasten ontvangen. Een Ilyushin 18 in de vlucht. 4 vrouwen in de cockpit, geen man aan boord. Heldin van de socialistische arbeid Ulanova, de tweede piloot en de andere bemanningsleden ondernemen een poging om 3 wereldrecords te breken die voor dit Russische vliegtuigtype gelden. Het hoogterecord, het snelheidsrecord en het afstandsrecord. Maar de oude trots van de socialistische heilstaat DDR staat nu achter een andere muur. Die van vliegveld Teuge. Wel helemaal opgeknapt voor een romantische nacht voor 2. En luxe ingericht. Een luxe bubbelbad. En vanuit het bubbelbad kijk je dus gewoon over de hele landingsbaan heen. En kijken ze niet terug? Misschien als je zwaait dan... Met een lekker zacht bed. Een sauna. En met 3 televisies in een 2-persoons-suite kun je bijna geen ruzie krijgen. De eerste die het vliegtuig op Teuge vannacht heeft uitgeprobeerd, is de ontwerpster zelf. En? Ik heb echt genoten van hier hadden we de zonsopkomst en hier ging de zon onder. Dus je kon het echt perfect zien vanuit het bed. En vanuit het bed, als de cockpitdeur open stond, kan je helemaal naar voren kijken. En dus ja, benadruk je ook weer de hele lengte van het vliegtuig. Dat is wel uniek. Ook het vliegveld Teuge is blij met deze nieuwe attractie. Het is een onderwerp waar iedereen het over heeft. En ja, je weet ook dat met name op het gebied van toerisme en recreatie een aandachtstrekker zal zijn. Waar mensen naartoe gaan en waar ze met elkaar op de foto willen. €350 kost een nachtje aan de grond in dit toestel. Maar je voelt je dan beslist geen oud DDR-burger. Wat wel nog helemaal in originele staat is, dat is de cockpit. Daar zitten alle knoppen nog op en aan. En dan kun je ook gewoon aanzitten. Want dat moet natuurlijk wel veilig kunnen. Een buiige dag vandaag, maar toch behoorlijk broeierig. Of we dit weekend nog een beetje lekker weer krijgen, horen we nu van Amara Onwuka. Nou, ik zou zeggen, don't shoot the messenger. Want voor het weekend heb ik niet echt mooi weer in de aanbieding. Gelukkig wordt het na het weekend allemaal wel wat beter. Plaatje van vanochtend. Schitterende wolkenpartijen, mooi rood aan de lucht. Nog even wat zon, maar daarna dus die storing met een aantal stevige buien. Maar het was gelukkig maar een ochtendverhaal. En de middag zag er heel wat vriendelijker uit. Voor de komende 2 dagen geldt dat het allemaal wat wordt uitgesmeerd over de dag. Dat hele grijzige weer.
maakt het allemaal wat somberder. Van bovenaf, de storing in de maak met een aantal flinke buien dus die vandaag van zuid naar noord over het land heen trokken, maar opklaringen daarachteraan. Lage drukgebied met zijn kern boven Zuid-Engeland neemt het een en ander aan bewolking en storingen mee. Morgen zitten we daar ook nog in. Het is nog een beetje in wording, maar morgen dus een groot gedeelte van de dag bewolkt met regen. En rondom dat laag zit ook nog eens een keer behoorlijk wat wind. Nou, vanavond hebben we in eerste instantie nog te maken met flinke opklaringen. Maar vannacht neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. We krijgen te maken met die nieuwe storing met regen. Maar vandaag overdag zag het er nog heel aardig uit. Opklaringen dus, bredere opklaringen voor vanavond en vannacht. En dus uiteindelijk de regen die erin komt. Graadje of 13, niet zo heel veel wind. Een regenachtig beeld voor morgen. Grijzig, ik denk geen zonnetje in de ochtend. Het is wat meer uitgesmeerd over de hele dag. Het is dus wat druileriger, vallen wat minder grote hoeveelheden dan vandaag lokaal. En uiteindelijk wordt het ook droger. De zon komt er mondjesmaat bij vanuit het zuiden. Maar het gaat maar langzaamaan. Niet zulke grote verschillen als vandaag dus. Daarbij is het ook nog eens een keer behoorlijk fris. Temperaturen van een graad of 18, 19. En die wind, die flink doortettert soms, die maakt het voor het gevoel ook nog wat frisser. Want ook boven land gaat hij soms stevig doorwaaien naar soms zelfs wel een windkracht 5 uit de westhoek. Dan zondag, niet veel beter, want het blijft fris, het blijft behoorlijk waaien. Regen, misschien wel onweer. Daarna gaat de temperatuur even omhoog. Een mooie dag op dinsdag, maar woensdag weer een aantal stevige regen- en onweersbui en iets lagere temperaturen. Nijmegen bereidt zich dus voor op de komst van een wandellegioen, maar ook op de komst van meer dan 1 miljoen feestvierders. Morgen beginnen de vierdaagse feesten. Dat morgen. Voor nu nog een fijne avond. Hartman. Hartman. Kijk hier.